Een van de oudste huisdieren van de mens is de kat. Rond 3000 voor Christus was de kat al een huisdier. Dat is 5000 jaar geleden. De kat is een zoogdier. Dit betekent dat de moederkat haar jongen melk geeft totdat ze oud genoeg zijn om zelf eten te zoeken. Katten zijn roofdieren. Roofdieren eten het liefst vlees. Een vrouwelijke kat is een katin, een mannelijke kat een kater en een babykat een kitten. Dit zijn enkele basisweetjes over de kat. Er is natuurlijk nog meer te ontdekken over katten. We beginnen met de familie van de kat. De kat valt onder de familie van de katachtigen. De katachtigen vormen een familie van landroofdieren. In deze familie zitten ook de tijger, de leeuw en het luipaard. Deze katachtigen kan je niet als huisdier hebben. Hoe kan je een dier van de katachtige familie herkennen? De tenen hebben scherpe, kromme klauwen die ze kunnen intrekken. Enkel bij het jachtluipaard kunnen deze klauwen niet worden ingetrokken. De katachtigen hebben zeer grote hoektanden. Deze tanden gebruiken ze om hun prooi te verscheuren wanneer ze hem gevangen hebben. Het zwarte deel van het oog, genaamd de pupil, is meestal ovaalachtig. De grootte van de pupil verandert wanneer het licht verandert. Dierentherapeut Josephine Dirks van Cali Dierengedragstherapie gaat ons via een videogesprek meer vertellen over hoe katten communiceren, wat een kat doet, wat je moet doen als je een kat in huis haalt en waarom katten miauwen. Katten communiceren eigenlijk met elkaar via heel subtiele lichaamstaal, vooral met de staart, met de oren, de snorharen, de pootjes en heel belangrijk daarbij zijn ook de feromonen. En dat zijn eigenlijk geurtjes die wij als mensen niet ruiken, maar die katten onderling wel ruiken. En die geurtjes worden afgezet via kliertjes aan de poten, aan de wangetjes, op verschillende plaatsen eigenlijk bij de kat. En dat is heel belangrijk voor hun om met elkaar te communiceren. Als een kat in het wild leeft, dus eigenlijk dus als een kat niet bij ons thuis was en hij helemaal de keuze had wat hij zou doen, dan zou hij gemiddeld 18 uur slapen per dag. Dan zou hij 10 à 20 keer per dag een kleine maaltijd eten, een kleine portie. En dan zou hij eigenlijk de hele tijd zijn vaste routines lopen rondom zijn huis, dus in zijn territorium, om te gaan checken of alles nog oké is met zijn territorium en om zijn geur overal te gaan afzetten, zodat andere katten ook weten van oké, dit territorium is al van een kat, hier passen we best even op. Als je een kat in huis haalt, moet je aan een paar dingen denken. Je moet allereerst weten dat een kat graag meerdere opties heeft. Dus bijvoorbeeld, in plaats van één voerbakje te zetten, vlak naast het waterbakje en dicht bij, bij de kattenbak, zet je best verschillende bakjes verspreid over zijn ruimte. Dus verschillende waterbakjes, verschillende voerbakjes en ook eigenlijk verschillende kattenbakken, omdat een kat graag opties heeft. Omdat hij in het wild eigenlijk ook op verschillende plaatsen gaat drinken, gaat eten. En eigenlijk de vaste regel is, het aantal katten dat je hebt plus 1, dat is het aantal bakjes dat je moet zetten, het aantal kattenbakjes. Dus als je 1 kat hebt, dan zet je best 2 waterbakjes enzovoort. Als je 2 katten hebt, zet je best 3 kattenbakken bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk de vaste regel. En ook goed om te weten is dat katten graag in de hoogte zitten. Dus als je een kat in huis haalt, het is ook afhankelijk van of het een buitenkat of een binnenkat wordt. Maar het is belangrijk om te weten dat voor hun de ruimte in de hoogte, dus op de kasten en aan de muren, dat ook heel belangrijk is.
En dat ze graag veilige plekjes hebben om zich te verstoppen en eigenlijk om de boel te kunnen bekijken vanuit een veilige plek. Oké, dus als je een kat in huis haalt, dan ben je eigenlijk sinds 2018 verplicht om die te kastreren of te steriliseren. En dat wil zeggen dat die eigenlijk geen kindjes meer kan maken. En dat is zo omdat er anders te veel kleine katjes geboren worden en die eigenlijk niet genoeg een huisje gaan vinden om later in te verblijven. Dus nu is er de regel dat katten eigenlijk al van jongs af aan gecastreerd of gesteriliseerd moeten worden, waardoor ze geen kindjes meer kunnen krijgen. Katten miauwen eigenlijk om heel veel verschillende redenen, dus dat is niet gemakkelijk om te zeggen dat is de ene reden. Als katten naar mensen miauwen, dus tegen mensen miauwen, is dat eigenlijk heel vaak om iets van ons te vragen. Want eigenlijk leren wij katten onbewust aan dat ze miauwen, dat ze iets krijgen. Dus bijvoorbeeld als onze kat miauwt, dan gaan we denken, oh, moet ik het misschien voeren, moet ik het misschien buiten laten? En de kat heeft al heel snel door van, oh, als ik hier miauw, dan weet ik dat ik dit of dit krijg. Dus bij mensen is dat eigenlijk iets wat zij ons aanleren. Zij leren ons te reageren op hun gemiauw. Dus dat kan eigenlijk heel veel verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de kat zelf en wat hij eigenlijk wilt op dat moment. Om af te sluiten bespreken we enkele verhalen die mensen over katten vertellen. We beperken ons tot 5 verschillende verhalen. 1. Zwarte katten brengen ongeluk. Dit is gelukkig niet waar. Deze mythe zorgt er wel voor dat zwarte katten minder worden geadopteerd, omdat sommige mensen nog steeds denken dat zwarte katten ongeluk brengen. Dit verhaal bestaat al sinds de middeleeuwen. Mensen dachten toen dat heksen in zwarte katten konden veranderen. 2. Katten kunnen in het donker zien. Er moet ergens licht zijn voor katten om te kunnen zien. Het moet niet veel licht zijn. Daarom lijkt het soms alsof ze kunnen zien in het donker. Dit komt omdat ze aan de achterkant van hun ogen een soort van spiegel hebben. Het licht moet reflecteren in deze spiegel om te kunnen zien. Dit is ook de reden waarom de ogen van katten licht lijken te geven als je een foto van hen maakt met een flitslicht. 3. Wanneer katten spinnen, genieten ze. Dit is niet helemaal waar. Katten kunnen ook spinnen wanneer ze nerveus of hongerig zijn. Soms spinnen ze zelfs voor ze aanvallen. 4. Katten drinken graag melk. Het kinderliedje Poes je mouw kent bijna iedereen wel. In dit liedje krijgt de poes melk. Dit zou niet mogen, want katten zijn lactose-intolerant. Dit betekent dat katten niet tegen lactose kunnen en lactose zit in melkproducten. Katten drinken wel moedermelk bij de geboorte en pas nadat ze bij hun moeder worden weggehaald, worden ze lactose-intolerant. Dit komt omdat ze dan geen melk meer nodig hebben. 5e en laatste. Katten kan je niet trainen. Net als honden kan je katten wel trainen. Je hebt gewoon wat meer geduld nodig. Je kunt ze dus verschillende kunstjes en trucjes leren, zoals een pootje geven, zitten of andere leuke dingen.